Krak eend, kuifeend, meerkoet, vuut, uh, nijlgans. Zomaar een greep uit de vogels die te vinden zijn in Parkbos de Haar. Maar wie geluk heeft kan er ook hazen, fazanten en reeën spotten. Het is nauwelijks voor te stellen dat dit natuurgebied nog maar vijf jaar geleden werd aangelegd. Wat hier echt heel bijzonder is, is dat het bos ongelooflijk hard groeit. We staan hier op kleibodem en de meeste bossen in Nederland staan op zandgrond... En dit bos is dan aangeplant op klei en daardoor groeien die bomen echt ongelooflijk kracht. Er werd destijds van alles uit de kast getrokken om dit bos te realiseren. Bekende Nederlanders zamelden geld in, de postcode loterij schonk een bedrag en mensen konden een boom kopen en zelf planten. Volgens boswachter Floor Wortman weten bezoekers het gebied steeds beter te vinden. Ja, door corona, dat weten we allemaal, is de natuur echt heel erg belangrijk geworden. Iedereen gaat dicht bij huis op uit. Het bos voorziet dus niet alleen in de behoefte aan ruimte voor natuur, maar ook voor mensen om daarvan te genieten. En daarmee is de missie wat deze boswachters betreft meer dan geslaagd. Het is echt een parkbos aangelegd voor mensen. En uh, dan zijn we met de boswachters en de mensen die het aangelegd hebben, zeker trots op wat er nu is. Want uh, er zijn ook wel heel veel mensen die hiervan komen genieten. En uh, ja, het wordt echt ieder jaar mooier.